Ik heb gewoon het idee dat de meiden mij niet zien staan of zo. Ik weet niet wat het is. Misschien is het mijn uiterlijk. Hoe ik eruit zie. Ja, dat zou ik dan toch moeten vragen, hè? Hoe vind jij nou dat ik eruit zie? Nou, je hebt wel een leuke glimlach en ook een leuke kleren eigenlijk. En ja, is het ook wel leuk. Nou ja, goed. Ja? Goed gebouwd. Mooie ogen. Ja? Wat? Mooie haren. Mooie haren. Ja, het klinkt allemaal wel goed, maar toch... Op de een of andere manier vertrouw ik het niet helemaal. Is het wel eerlijk, vraag ik me af. Dat is maar één manier om achter te komen. Ik moet undercover. Mag ik even wat vragen? Ja, ja. Zeg, wat vinden jullie nou bijvoorbeeld van hem, hè? Kijk, van hem. Van hem. Wat vinden jullie nou van hem? Dat is toch een lekker ding. Ja? Ja. Ja? Ja. Hele knappe man. Hele. Ja. Dit is wel goed, is dit? Ja. Ja? Ja. Het kan ermee door. Ja, het kan ermee door? Of zeg je echt van yes? Yes, gewoon. Yes. Gewoon yes. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Oh, mijn sjaal. Mag ik even vragen? Mag ik even wat vragen? Ja, natuurlijk. Ja? Zeg, wat vind jij nou van hem bijvoorbeeld dan? Ja, best een lekker ding eigenlijk. Ja? Ja. Ja? Ja. En wat vind jij ervan? Zijn haar zit niet. Maar hij is alleen, hij heeft een beetje te bol hoofd, vind ik. Weet je? En die kleuren die staan niet bij elkaar. Van de achtergrond en zijn blouse eigenlijk. Dus zijn kleren zijn niet zo leuk? Nee. En zijn haar ook niet? Nee. Nee. En zijn hoofd ook niet? Ook niet. Nee. Maar als hij dat nou verandert, dan is het wel leuk. Ja hoor. Ja, best wel eigenlijk. Als hij dat allemaal verandert, is hij wel leuk. Ja? Gewoon even een beetje, hoe heet dat? Gaat hij gewoon even open, laat opereren en alles. En dan is hij meteen helemaal toppie. Ja. Ja. Nou, ik zal het aan hem doorgeven. Ja, is goed. Dag. Doeg. Dag. Hey. Nou ja, als ik dus... Mijn kleding, mijn haar, mijn hoofd veranderen. Dan maak ik nog een kansje volgens die dames.